twee maanden lang gebeurde er eigenlijk heel weinig. Op een gegeven moment ging er een filmpje gewoon viral. Ik weet dat filmpje nog was een triangle choke en die ging opeens viral. En ik kreeg zoveel volgers erbij. En toen een paar filmpjes later ging het filmpje ook weer viral. Dus toen begon de bal te rollen. Dat was ongeveer na 2,5 maanden. Toen dacht ik, wauw, ik ben iets succesvols aan het doen. En toen dat gebeurde, kreeg je gewoon meer motivatie. En je krijgt meer zin om meer te doen. En je gaat nog veel meer tijd erin steken. En je gaat verschillende dingen proberen. Het ging gewoon door en door en door. En toen een bal eenmaal begon te rollen, kreeg ik kansen. 4 maanden later of zo mocht ik naar Amerika vliegen. Hoe was dat? Dus je krijgt een privébericht of iemand belt je? Of hoe gaat dat? Van harte welkom bij de podcast. Ik ben Marco. Wie ben jij? Vandaag zijn we met Azamat. Van harte welkom. Dankjewel. Ik wil zelfs zeggen Azamat Chimaev, Nurmagomedov. En dat zijn natuurlijk grote MMA-namen. Nou, ik vind jou een grote jouw wereld. Je hebt meer dan 260.000 volgers als je kijkt naar je YouTube, Instagram en je TikTok gecombineerd. Wij hebben elkaar iets meer dan 2 jaar geleden ontmoet via Instagram, was het ook volgens mij. En in deze podcast wil ik een short deep dive doen over wie is Azamat eigenlijk en hoe ben jij gekomen tot wat je vandaag de dag doet. Ja. Is dat een vraag voor mij? Het is een soort van halve vraag, halve introductie. En zeg maar, wat wil je aan de persoon vandaag vertellen, eigenlijk aan mij en daarmee ook de kijker van wat doe je vandaag de dag eigenlijk? Ja, wie ik ben, ja, ik ben. Het is niet zo snel uit te leggen wie ik ben in complete zin, maar de meeste mensen kennen mij als Azigarami op Instagram of op andere social media. En wat ik doe, vooral dagelijks, is ik ben bezig met een sport. Het is een opkomende sport, Braziliaanse Jiu-Jitsu. Ook wel submission grappling genoemd of grappling. Dat zijn verschillende termen die de sport wordt gegeven. En dat beoefen ik dagelijks. Bijna dagelijks, voor ongeveer 10 jaar nu, met pauzes ertussen natuurlijk. En ben ongeveer iets langer dan 2 jaar geleden ben ik bekend geworden. Niet echt, geen celebrity of zo, maar ik ben heel hard gegroeid op Instagram, op TikTok, op andere social media, YouTube onder andere. En dat is door het plaatsen van filmpjes over mijn sport, vooral technische filmpjes waar ik aan mensen laat zien hoe ze bepaalde technieken uitoefenen, hoe ze dat doen. En dat is heel hard gegroeid. En dat heeft mij kansen gebracht. Dat heeft mij op avonturen gebracht. En ik ben er heel blij mee dat ik daarmee ben begonnen. En dat is waar ik nog steeds mee bezig ben. Het is gewoon een journey, zeg maar. Een heel avontuur. En je wilt bepaalde dingen bereiken. Je wilt groeien. En dat is waar ik nog in mijn gevoel aan het begin van de... Aan het begin van het avontuur zitten. Mooi. Je vertelt 10 jaar geleden begon je met mixed martial arts. Vandaag bied je Brazilian Jiu-Jitsu trainingen. En het verschil daartussen wil ik straks opkomen. Ja. Want een van de avonturen, je bent naar verschillende landen geweest. Wil je allereerst even benoemen van, hey, ik ben op verschillende, in verschillende landen geweest. En... Ja, dat is denk ik een van de leukste dingen. Van alles vind ik, reizen en dan mensen ontmoeten op reis. Ik ben niet dit jaar, maar vorig jaar drie keer naar Amerika geweest. Dat is voor verschillende redenen, 2 maal om een instructional op te nemen. Dat is heel erg bekend in onze sport. Dan maak je een DVD soort van met allemaal met het thema, vol met technieken. Geen OnlyFans toch? Nog niet. Ik weet niet of ik aantrekkelijk ben voor die markt, maar wie weet. Nou mensen, laat het weten. Wie weet. Als er vraag naar is, er is zeker vraag naar. Ik heb soms hele rare verzoeken in mijn DM's. Ik weet niet of jij die ook krijgt, Marco, maar zal ongetwijfeld. Of misschien niet, ik heb geen idee. Wat was een van de raarste verzoeken? Nou, ja, waar begin ik? Voetfoto's, dat is heel, heel erg gewild. Mensen willen foto's van je voeten, ik weet niet waarom. Dat is, terwijl je al op de mat, zeg maar, geen sokken aan hebt. Ja, ik denk dat een portie van mijn volgers mij volgen omdat ze naar mijn voeten kijken, eerlijk gezegd. Hoe voel je je daarbij? Gek, ja. Dat is raar. Ik sta er niet te veel bij stil, maar je krijgt DM's, je krijgt berichten onder je video's van hey, en dan doen ze van die voet-emojis erbij. Maar dat is wel, okay, dus je bent een soort van meme en dat, ja, een soort van ja, meme.
Ik denk dat er gewoon heel veel vieze rik op Instagram zitten die voor de verkeerde redenen naar mijn video's kijken. En ik let daar nooit bij op, maar dat is onderdeel van het platform, denk ik. Ja, Dat is dat hoort bij de reis. Ik had net een kort gesprek met een klant van mij, een vrouw, die doet leiderschapscoaching en training, wil ik even ondertussen vertellen. En zij heeft dan op video's dan bij de ene wat meer décolleté dan bij de ander. En haar man zei van, hey, als je die dingen gaat delen, weet je wel, wat vind je ervan dat ja, mannen er dingen van zullen vinden? En ze zegt, ja, ik voel me heel comfortabel in mijn lijf. En ik heb die vrouw ontmoet en we hebben video's opgenomen en ze is gewoon... Ze is helemaal niet bezig met, zeg maar, dat laten zien om het te laten zien. Wat al een Ja, gedachte precies. kan zijn. En toen zei Ja, ze van, ja, precies. whatever mannen zullen reageren online. Weet je wel, ja, ik bedoel, mijn klanten, en die betalen me prima, zijn ook gewoon mijn klanten, ook al zie ik er zo uit. Dus, Juist. ja. Juist. Ja, je kan het niet controleren wat andere mensen denken, doen of hoe ze jou in welke daglicht ze je zetten soms. Ja. Ja, dat op zich is social media een moeilijk iets. Ik had ook een verzoek, wou ik net ook vertellen. Iemand wilde mijn zwetende rash guard, je t-shirt wat je draagt, wilde dat ik die opstuurde naar Brazil voor een paar honderd euro. Heb ik niet gedaan. Voordat jullie dat denken. Oké, okay, dus een t-shirt, zeg dat. maar, zo, ja. Ja. En zou die het halen dan? Want Ja. wordt die dan niet uitgedroogd als die dan een lange rit, je shirt, bezweet shirt, een lange rit zou maken naar Brazilië? Als hij eenmaal in Brazilië is, ik denk dat hij ook niet zo lekker ruikt, niet meer fris is. En ik heb geen idee wat hij ermee zou doen. Ik wil het eigenlijk niet weten. Maar Ja. dat Ik is. Dat is vind het heel bijzonder. Wel grappig dat je dit deelt, want het laat ook aan kijkers zien die iets met social media willen doen of al doen. Van, je kan niet heel veel invullen wat hoe een ander jou ziet. Want jij, zeg maar, als ik naar jou kijk, je deelt serieuze mixed martial arts tips. En ik zal even het scherm delen om ook de situatie aan de kijker van vandaag de dag te laten zien. En zeg maar, ik zie je als een serieuze gast die geeft een tip hoe je jezelf kan verdedigen op de mat. En ik weet dat toen ik in Bosnië mixed martial arts ging doen, ik kwam met de kickboxers arrogantie dat doen, ik werd gelijk gevloerd. En dit is dan Brazilian Jiu-Jitsu, maar straks daar meer over. Maar ik doe er eentje aan. Misschien zeg jij van, hey, klik die of maakt het jou niet uit? Ja, misschien die tweede, dat is wel een mooie techniek. Is wel kort, maar is ook Ja. is gewoon live een stukje van een sparring, zeg maar. Is wel leuk om te zien. Ja, oké. Okay. Deze, hè? Ja, deze. Dat is niet een techniek die ik laat zien, maar bijvoorbeeld als je een van die anderen met die dikgedrukte kopjes aanklikt, daar leg ik dan de technieken zeg maar uit. Ja. Ja, is er eentje waarvan je denkt, hey, klik die nog aan voor de kijker? Nou, die. Wat is voor de kijker leuk? Misschien die peek-out. Dat is een mooie techniek, rechts onderin. Ja. Me. I'm gonna sit out. I'm gonna flare my elbow out at the same time. So we're over here, sitting out, flare, he loses that grip. Back, and now we're attacking the turtle. So one more time. I'm over here, clear the hands, I shoot. The bottom one sprawls. You build up height right away. Sit, flare, and then get back into position. Give it a shot. Geweldig man, en dit is wel een hele belangrijke. En ik merk ook, je gebruikt je heup Ja. en het gewicht. En er zit zoveel in. En dit is de situatie van vandaag de dag. De mensen die je bereikt, de sponsors die je hebt, klopt dat ook? Klopt. Ja. Browse en BioPro zijn sponsors van mij. Op YouTube deel je ook natuurlijk de shorts. Heb je 81.000 abonnees. Instagram 132.000 volgers. TikTok Ja. bijna 50.000 volgers. Ja. En nu wil ik terug naar 10 jaar geleden. Hoe 10 jaar kwam geleden. je op de mat? Wie was toen Do Azamat? Hoe Azamat kwam op ik de op de mat? mat? Ah, ik kan je later foto's laten zien. Dat was heel anders. Geen baard, ik had iets meer haar dan nu. En een stuk dunner. Ik denk dat ik 65 kilo woog ongeveer. En ik kwam op de mat om MMA te leren. Hè. Wat ik nu doe is grappling. Dat is heel anders dan MMA. Nou, niet heel anders, maar is een onderdeel van MMA.
En ik wilde gewoon leren vechten. Ik wilde mezelf leren beschermen. Want ik dacht dat ik kon vechten. Hè. Iedereen die niet, die geen vechtsport doet, denkt dat hij kan vechten. Maar dat is, de realiteit is heel anders. En ik wilde goed leren vechten. Ik wilde misschien iets in MMA doen. En dat was het begin van mijn journey. Ja. En dat is een hele lange journey geweest. En uiteindelijk ben ik van MMA overgestapt naar puur het grappelen. Het worstelen, het grondgedeelte. Vond ik veel leuker. En het is mij niet meer zozeer om mezelf te verdedigen of om goed te leren vechten. Ik ben daar wel zeker in nu. En nu is het gewoon doen wat ik leuk vind. En anderen helpen beter te worden daarin. En Ja. ja, dat is het een beetje. En hoe omschrijf jij MMA, Mixed Martial Arts? Ja. Mixed martial arts, dat is een sport, hè. Het is een straatgevecht en mixed martial arts is nog steeds niet hetzelfde. Hoewel ik denk dat mixed martial arts MMA dus het meest dicht in de buurt komt als je iets wilt laten lijken op een gevecht. En het is een sport waarbij je mag schoppen slaan natuurlijk. En je mag ook worstelen naar de grond en submissions uitvoeren, klemmen, wurgtechnieken. En dat is kort omschreven hoe ik MMA zou omschrijven. Het is alsnog een sport, dus er zijn regels. Je mag niet iemand bijten of in de ogen prikken of vishoeken zo in je mond. Dat zijn regels, geen haren trekken. Ik denk dat het een hele mooie sport is. En voor sommige mensen ziet het heel bruut uit, maar het is veel technischer dan je denkt. Ja. Veel technischer. En waarom is grappling iets wat jou later meer begon aan te spreken? Dus je deed eerst een tijdje MMA en dan later Ja, grappling. ik heb toen ik klein jonger was in mijn jeugd judo gedaan. Dus ik had al een soort van een basis. Ik heb een aantal jaar judo gedaan. Mijn vader deed dat ook op een heel hoog niveau. En er was een hele tijd dat ik geen vechtsport deed. En toen ik weer begon met MMA, zeg maar, 10 jaar geleden. Ik merkte dat ik gewoon veel beter was in het grondgedeelte, in de takedowns naar de grond toe, daar verder werken. Daar was ik gewoon veel sterker in dan het staan, de schoppen slaan. En ik vond het ook niet zo leuk om low kicks of high kicks te incasseren. Dat is ook een dingetje. En ik dacht, ja, wat vind ik nou echt leuk? Ik ging altijd naar de grond toe, dus ik dacht, laat ik gewoon dat grondgedeelte doen. Ik kan nu al vechten. Ik deed een paar jaar MMA. Ik kan boksen, ik kan kickboksen. Natuurlijk niet als de beste, maar genoeg om mij... Mocht ik in een zelfverdedigingssituatie komen om mezelf te beschermen. Dus toen ben ik echt gaan doen wat ik leuk vond. Goed, en voor 10 jaar geleden, voordat je überhaupt bij deze reis, op deze reis aanbrak, hoe zag je leven toen eruit? Deed je toen? Ja, dat is goed. Ik deed toen nog, dat weet jij niet, ik deed dezelfde studie als jij, IBMS, Okay. aan de Haagse Hogeschool. En ja, ik zal je eerlijk zijn, ik deed het omdat het een beetje gepusht werd vanuit mijn moeder, vanuit mijn ouders. Echt, ik moest iets doen, hè. Wat ga je doen? Je bent 20, je weet eigenlijk niet wat je in het leven wilt. Je doet gewoon wat de rest doet of wat wordt aangeboden. Ik studeerde, wat de doorsnee tiener of young adult doet. Af en toe met vrienden, ergens naartoe, uitgaan. Netflix shows kijken. Ik weet het echt niet precies. Gewoon dat soort dingen. En dan... Niet de dingen die ik nu zou doen. Oké, en je ouders, wat is een deel van hun verhaal waarvan je voelt van hey, daar heb ik wel iets over te zeggen, of dat weet ik van hun wat ik wil delen, waar ze vandaan komen en zo? Ja, dat weet jij denk ik ook. Ik ben Tsjetsjeens, dus ik ben in Ja. Tsjetsjenië geboren. En daar is een oorlog uitgebroken in de jaren 90, eigenlijk een jaar nadat ik geboren was. Ik weet niet precies in welk jaar, volgens mij in 98 of 97 zijn we daar gevlucht. Zijn we na een lange reis in Nederland terechtgekomen. Toen was ik nog 3, 4 jaar oud. Op jonge leeftijd zijn mijn ouders gescheiden. En mijn vader is iets later teruggegaan naar Tsjetsjenië en daar woont hij nu ook. Dus ik heb alleen mijn moeder hier in Nederland. En ja, mijn moeder is niet zo van het vechtsport. Hè. Die denkt, ga naar school, goede baan krijgen, dit, dat, zo, de traditionele route. En ja, ik kwam er na een aantal jaar studeren achter van, hey, ik op kantoor zitten en voor een baas werken en een pak aandoen of... Die routine van 9 tot 5, dat is gewoon niet voor mij. Dat vind ik gewoon niet leuk. Ja,
Dat is een beetje wat ik kan zeggen over mijn ouders. Ja, mooi, mooi dat je dat deelt, want dat speelt natuurlijk uiteindelijk een rol en je gaat aan de slag met je eigen ontwikkelingen en misschien kom je daarin dingen tegen en bedenk je, hey, dit is meer hoe mijn ouders zijn en dit is meer hoe ik wil worden of ook ben. Dus je Klopt. bent terug naar die 10 jaar van het trainen van MMA, dat werd grappling, vandaag de dag Brazilian Jiu-Jitsu. Wanneer zag je verandering komen in, hey, ik ben nu wel deze trainingen aan het doen, misschien werkte je toen nog. Wanneer zag je van, hey, er zijn kansen om hier echt iets mee te gaan doen, fulltime? Ja, ik denk dat dat ongeveer 3 jaar geleden was. Zeg maar, misschien een half jaar of een jaar voordat ik met social media was begonnen. Ik ben pas echt gaan focussen op deze sport sinds eind 2019, begin 2020. Toen ben ik gaan focussen echt vol op jiu-jitsu. Daarvoor deed ik van alles wat. Ik nam pauzes, ik was niet echt serieus. Ik merkte toen ik me echt ging inzetten daarin dat ik heel snel beter werd, heel snel goed werd. Ik denk dat ik er een aanleg voor heb, misschien talent, maar ik denk dat ik ook passie voor heb. Ik denk dat die twee samen gaan als je iets superleuk vindt, als je echt iets met heel veel plezier doet, dat je er ook heel snel heel goed in wordt. En ik merkte dat het zo snel ging. En Nederland is een klein land en de sport is niet zo groot, dus je behoort al snel tot de beste mensen in een land als je in zo'n sport. En dan denk je, ja, wat kan ik nog meer doen? En ik zit veel op social media. Ik zat daarvoor ook veel op social media. Niet als creator, niet als content maker. Maar ik zag gewoon, hey, je hebt zoveel fitness influencers. Je hebt zoveel andere influencers. Dat is super groot. Maar in mijn sport heb je helemaal niks. Of ja, misschien een paar. En ik dacht, ja, daar is misschien nog niet vraag naar. Maar daar kan je vraag naar maken. Of je kan zorgen dat het populair wordt. Ik denk dat ik een van de eerste was die daarmee begon. Omdat ik die kans zag. En zoals ik zei, ik zit veel op social media. Ik zag jouw filmpjes ook. Ik vond het heel tof wat je deed. Ik vond dat je veel lef hebt. Ik vind nog steeds dat je veel lef hebt. En dat waardeer ik heel erg. En dat vind ik heel Ja. admirable. En dat hield mij zelf tegen, hè? Dat ik dacht, ja, wil ik wel die filmpjes maken? Straks sta ik voor lul. Straks ziet het er niet goed uit. Wat weet ik zelfs? Ben ik goed genoeg? Dat hield me altijd tegen. Maar ik wist wel dat er vraag naar zou zijn. En ik keek ook veel naar Gary Vee. En die heeft mij ook een beetje geholpen met de mindset van hè, volg je dromen, volg je passies. Ja. Toen ik eenmaal begon, het ging eerst stroef, hè, dat is altijd zo. Als ik toen mijn filmpjes terugkijk van 2 jaar geleden, denk ik, waar was ik mee bezig? Maar als je iets elke dag doet en er vol voor inzet en ervan leert wat je fout doet, dan wordt het heel snel een stuk beter. Ja. Dus dat was eigenlijk waarom ik begon. Er was niks. En nu is er heel veel van dat soort filmpjes. En ik denk dat ik dat daar vroeg had gezien. Ja, geweldig man. Hoe je daarop inzet. En ook hoe simpel, helder, dus ook duidelijk je filmpjes zijn. Het trekt aan wie interesse heeft in de dingen die je deelt en hoe je ze deelt. Ja, Daar is ja. het gewoon publiek voor altijd. Er is dus op elke pot past een deksel. Ja. En natuurlijk zijn er bepaalde dingen die toen heel erg goed werkten in het algoritme gedeelte. Hè. Ik had er van jou nog tips gekregen. Ik weet niet of je dat nog weet. We zaten 2 jaar geleden ook voor een gesprek samen. Ja. En filmpjes moesten ongeveer 15 seconden zijn. Dit, dat, dus zo. En andere tips gaf je mij en ik nam dat goed mee. Dus dank je wel Ja. daarvoor. Ja, graag dan. Dank je wel. Dat heeft Ja. gewerkt. Ja. Ja. Ja, zonder jouw discipline is er niks, man. Weet je wel, je ziet ook hoe dat gelijk doorgaat in, zeg maar, wat jij diep van binnen wist, gewoon. Het geloof of vertrouwen wat je had in, hey, dit is er nog niet. Dit is wat ik te bieden heb. Dat heb je gewoon als een ja, gedisciplineerde man helemaal doorgezet. En natuurlijk veranderen dingen in het algoritme en zo. En probeer dan ook nieuwe dingen. Dat werkt Ja. vandaag de dag. En je vertelde dat in wat je nu doet, dat je daarin ook voelt een talent voor te hebben. Ja, talent. Ik denk aanleg. Mijn afkomst is Chechens en vechtsport en worstelen en dat soort dingen worden met de paplepel ingegoten, zeg maar. Dus dat is vroeg ingestampt. En ik denk, ik vind het gewoon superleuk. Het is heb jij ooit jiu-jitsu gedaan? Een lesje of iets? Grappling of iets? In Bosnië, in Sarajevo, deed ik mixed martial arts. En als Ja. onderdeel daarvan was er wel grappling, ja. Dus daar heb Grappling. ik iets van 2, 3 maanden gedaan.
Oké. Ja, ik zou een keertje op de gym willen hebben, man. Ik zou je willen iets laten zien, iets leren. En dan kan je misschien wat beter begrijpen hoe ik dat vind, hoe wat passie ik ervoor heb. Ja. Maar het is in feite gewoon een schaakspel op de grond. En het is niet de sterkste, grootste persoon wint. Dat vind ik het mooiste ervan. Als je een kleine gast hebt die 5 jaar traint en dan heb je een bodybuilder van, ik weet niet of je Bradley Martin kent, 260 Ja. pond, altijd ruzie zoeken met iedereen. Je wordt gewoon afgemaakt. Je conditie, als je heel goed kan rennen, lange afstanden kan rennen, je conditie speelt helemaal geen rol. Het is een totaal Oh. andere conditie. Het is Oké. een totaal andere intensiteit. Je moet er echt aan wennen. En het is ook een heel mooi spel. Heel, heel tactisch, heel, heel erg technisch. En dat is het mooie daarvan. Het is niet alleen maar je mensen grijpen en gooien en dat. En ik denk dat mensen dat niet weten over mijn sport. En als ze dat eenmaal begrijpen, dat ze dat een heel mooie sport vinden. Ja. En hoe helpt het jou om bepaalde posities in het leven in te nemen? Zoals je bij schaken op het schaakbord een keuze maakt om een stap te zetten. Zie je dat ook terugkomen, los van in die gevechten, hoe dat op de vloer schaken is, ook in jouw leven? Kan je de vraag herhalen? Sorry, Ja, ik het weet is niet. best een brede connectie die ik maak. Dus het is Ja. logisch dat je de vraag vindt, denk ik, van. Welke mentaliteit krijg je van de vechtsport die je beoefent, Brazilian Jiu-Jitsu? En hoe vertaalt zich naar hoe je daardoor in het leven staat? Ja, ik ben veel rustiger geworden na het beoefenen van de vechtsport. Ik was vroeger veel meer anxiety, ik weet niet wat het Nederlandse woord daarvoor is, veel onzekerder. En ik had altijd agressie in mij. Veel Ik minder kon anxiety, dus minder onzekerheid, minder angst, bedoel je? minder angst, ik ben veel rustiger als persoon. Ik kan mijn emoties beter controleren. Dat is altijd nog een struggle bij mij. Ik ben soms best wel verhit, maar goed. Je oogt zo rustig, Ja, kalm. ik heb mijn momenten. Soms ben ik een beetje down en dan kan ik wat sneller snappen tegen iemand. Dat probeer ik zo goed mogelijk te controleren. Maar ik denk dat jiu-jitsu of sport en MMA zo dat mij heel goed helpt. Het zorgt ook het is ook een outlet voor je energie, hè? Ik denk dat mensen tegenwoordig in onze maatschappij tegenwoordig, mensen in het algemeen gewoon te weinig met hun lichaam bezig zijn, te weinig sporten, te weinig hun energie op zinvolle manieren kunnen besteden. En dan doen ze heel veel onzin. En ik denk dat dat veel mensen beter zal maken. Het hoeft niet vechtsport te zijn, al ga je fitnessen, is ook super. Dat is ook een goede besteding van je energie. Ik denk dat dat mensen heel erg helpt, ook met mentaal. Fysiek en je gezondheid ook. Wat je deelt. Ja. Een positieve stimulans voor de mensen ook. Dus ik ben benieuwd wanneer ik 100%. bij jouw training kom doen daar in Den Haag. En Kunnen we afspreken dat je komt? ja, is goed. Ja? Oké, okay, Ja. is goed. Top, Ken afgesproken. je vechter Volkanovski? Ken ik Volkanovski? Volkanovski, ja. Ja, tuurlijk. Dus er was een Nederlandse vrouw, die heeft ook MMA gedaan. Die ging het gevecht met Islam Makhachev op de grond analyseren. En toen zei ze bij Volkanovski dat hij een bepaald zwaartepunt heeft of zo in zijn heupen. En toen dacht ik, is dat een ding? Wat betekent dat precies of zo? Maar. Ik heb dat niet gezien. Weet jij ook waarom ze dat zei? Is er een bepaalde positie of iets? Of, Dat hij moeilijk op de grond te krijgen was. ja, kijk, als je Islam is denk ik een kop groter dan Volkanovski. En als je iemand naar de grond wil brengen en hij is kleiner, is het moeilijker om bijvoorbeeld bij zijn benen te komen, wat Islam veel doet of Khabib doet, want hij staat lager. Dan krijg je iemand wel moeilijker naar de grond. Als je tegen iemand vecht die iets langer is, kom je makkelijker bij de benen. Dat zal ze waarschijnlijk bedoeld hebben. En inderdaad, omdat hij korter is, zijn zwaartepunt ligt lager, dus moet Islam nog lager komen, zeg maar, om hem naar de grond te kunnen brengen. Dus dat is wel logisch, ja. Ik heb vanaf mijn 13e kickbox gedaan en rond mijn 21ste volledig gestopt. En ik voel toen ik in Bosnië mixed martial arts deed, en nu zoveel jaren verder, en ik zie filmpjes van jou of van andere mensen, denk ik dat ik meer gemaakt ben voor deze sport. Dus ik weet niet of je iets zal zien in mij, of dat ik een bepaalde feeling wel of niet voor heb tijdens die training, maar ik ben wel benieuwd. Ik
Ik weet niet, ik heb jou nooit zien sparren of iets, maar je ziet er best wel stocky uit. Hoe zeg je dat? Je hebt best wel een brede bouw. Dus ik denk als jij je kracht inzet met techniek, dat je daar heel goed in zou kunnen worden. Maar dit heb je lange tijd niet gedaan, hè? Nee. Dus ik wil je niet ontmoedigen, we hebben net afgesproken dat je komt. Ik denk dat je eerste training wel zwaar zal Ik zijn. denk het ook, ja. Maar Ja. je bent in goede handen, man. Ik ga op je letten, ik ga je aandacht geven als je komt. En dan je gaat het leuk vinden, weet ik zeker. Ja. Weet ik zeker. En je komt heel terug, geloof mij. We gaan goed voor je zorgen. Ja. Weet je wel, en dat is ook voor de kijker wel mooi om te weten. Over het algemeen, misschien ben je een ouder en denk je voor je kind heel wat meer weerbaarheid opbouwen. Ja, is dat wel veilig zo'n sport? Maar dit is over het algemeen de mentaliteit. Weet je wel, de veiligheid die er is, wordt gecreëerd per persoon en 100%. niveau. 100%. Het is, mensen die niet een vechtsport, ervaring hebben met vechtsport, kijken naar een MMA-gym en die schrikken een beetje van: hey, het ziet er te agressief uit, het is niets voor mij. Maar bij jiu-jitsu, bij grappling is het totaal anders, hè? Iedereen is super vriendelijk. We hebben op de matten mensen van 50 lopen. En die hebben kinderen, die hebben een baan, dus die zijn er ook gewoon. En het is voor iedereen echt waar. Dus iedereen kan aansluiten bij een gym. Jiu-jitsu gyms zijn heel vriendelijk. Meestal kan ik niet over iedereen spreken natuurlijk. Maar van wat ik heb ervaren is het een hele goede sport voor iedereen. Dus mocht je dit kijken en ooit getwijfeld hebben, is er wel iets voor mij. Doe gewoon een proeflesje aanmelden. Als je in Den Haag woont, kom bij ons even trainen. Team Agua. En we zullen je de mooie dingen van de sport laten zien. Goed dat je zegt, Azamat. Terugkomend op toen je dat waarin je geloofde van hey, dit moeten mensen online gaan zien, je begon te delen. Ja. Wat zag je gebeuren? Dus zeg maar de eerste weergave die je begon te krijgen, de reacties die je kreeg. Dus hoe is het tot stand gekomen naar meer dan 260.000 volgers op drie platforms en toen je net begon daarmee? Ja, ik ben begonnen de dag dat ik jou had gesproken toen. Ben ik begonnen met posten en ik wist helemaal niet hoe het eruit zou zien, wat ik ga doen. Ik dacht gewoon, hey, na ons gesprek toen dacht ik ga het gewoon doen. En het begin ging heel stroef, hè. Je zal niet direct succes hebben. Ik had me wel bij voorbaat al gezegd: hé, hey, ik ga dit gewoon doen. Elke dag, ongeacht van wat er gebeurt. Ongeacht of ik nul volgers erbij krijg, ik ga dat gewoon elke dag doen. Dus dat is wel iets wat je moet jezelf niet laten ontmoedigen. Want mensen falen vaak omdat ze opgeven en omdat ze niet werken. Niet analyseren wat ze hebben gedaan, niet reflecteren. Dus die twee dingen moet je hebben. Je moet reflecteren, hè? Waarom werkt dit wel, waarom werkt dit minder goed. Dat moet je constant doen en je moet gewoon niet opgeven. Die twee dingen, als je dat samen doet, op een gegeven moment, je zal steeds beter worden. En omdat je het elke dag doet, ik durf te zeggen, 90% van de mensen gaan succes hebben. Als ze een passie hebben ook nog voor wat ze doen. En dat moet je hebben als je het elke dag doet. Maar goed, terug naar je vraag. 2 maanden lang gebeurde er eigenlijk heel weinig. Ik weet niet eens meer wat voor gevoel ik toen had, maar op een gegeven moment ging er een filmpje gewoon viral. En ik weet dat filmpje nog was een triangle choke en die ging opeens viral. En ik kreeg zoveel volgers erbij. En toen een paar filmpjes later ging het filmpje ook weer viral. Dus toen begon de bal te rollen. Dat was ongeveer na 2,5 maand. En toen dacht ik, wauw, ik ben iets succesvols aan het doen. En toen dat gebeurde, kreeg je gewoon meer motivatie. En je krijgt meer zin om meer te doen. En je gaat nog veel meer tijd erin steken. En je gaat verschillende dingen proberen. Het ging gewoon door en door en door. En toen een bal eenmaal begon te rollen, kreeg ik kansen. 4 maanden later of zo mocht ik naar Amerika vliegen. Hoe was dat? Dus je krijgt een privébericht of iemand belt je, of hoe gaat dat? Klopt, ik kreeg een DM op Instagram van, dat was een platform, Jiu-Jitsu X heet dat nog steeds, van Keenan Cornelius, hele bekende wereldkampioen. Het is niet hij die mij een bericht stuurde, maar een van zijn mensen. Die zeiden, hey, jouw content is mij opgevallen, wil je een keertje naar ons toe komen? Het was een nieuw platform destijds, hè? Wil je een keertje naar ons toe komen? We betalen je reis, we geven je een vergoeding. Vliegen je hier naartoe, San Diego, kan je lekker een instructional opnemen, krijg je 50% van de inkomsten. Ik dacht, wauw. Ik denk, wauw, wie ben ik? Alweer geleden kende niemand mij nog.
En ik was zo blij. Ik was zo blij, ik durfde het eigenlijk niet eens met mensen te delen. Zo van, straks gaat het fout. En straks gaat het niet door. En sta ik voor lul of zo, weet je. Zo blij was ik. Er gebeurt iets heel goeds. En je bent bang dat het niet... Het klinkt te mooi in waar. En je bent bang om het te delen. Dat was echt een verrassing. Ik was super blij. Ik ging daar naartoe. Ik was eerlijk gezegd zo zenuwachtig tijdens het opnemen van mijn instructional. En het was een hele ervaring. Ik ben echt blij dat ik dat heb gedaan. En mensen daar ontmoet, daar getraind, San Diego gezien. Het was echt top, man. Ja, echt superleuk. Ja, wel, daar heb je lef voor nodig om die stap te maken. Weet je wel, hier is je succes. Weet je wel, je bent gedisciplineerd zo'n lange tijd bezig. Er begint verandering in te komen na 2,5 maanden. Beginnen mensen je content op te pikken. Het gaat viraal en 4 maanden. Los van al die jaren ervoor dus daarmee heb je eigenlijk er ook aan gebouwd. En dat was het Klopt. onzichtbare, denk ik. Weet je wel, krijg je in één keer die kans. En dan is ja, maar, ga maar naar San Diego. Ja, jij hebt sowieso lef nodig. Jij weet dat denk ik heel goed. Je bent in het publieke oog en mensen commenten, mensen zeggen dingen en natuurlijk iedereen heeft onzekerheden, de ene meer dan de ander. Maar als je iets in deze sfeer wilt bereiken, dus jezelf laten zien aan de mensen, aan de camera, dan moet je gewoon weten dat er momenten zullen zijn dat het moeilijk zal zijn. En dan moet je de opinions, de meningen van anderen gewoon opzij kunnen schuiven. En wat jij denkt zelf, dat is veel belangrijker. Dus laat je niet gek maken. En je leert er veel makkelijker mee omgaan. Ik denk, nu jij zo lang bezig bent, jij kijkt er niet echt meer van om, denk ik. Wat mensen vinden, wat mensen zeggen, wat mensen laten comments. Ik had een periode dat mensen veel bullshit achterlaten in mijn comment secties of heel veel weerstand had. En ik ging daar de hele tijd tegen op in, hè, mijn eigen argumenten geven. Op een gegeven moment, als mensen dat nu achterlaten, denk ik, ja, wie ben jij? Wat boeit het wat jij van mij vindt, toch? Ik sta hier, wie ben jij? Een of andere guy op Instagram die geen profielfoto heeft, niks durft te laten zien en mening heeft over mij. Dus Ik had toevallig vandaag lekker zo'n boeiend. TikTok-reactie. Iemand zei van, hey, je moet dit en dat doen, man. Kom Ja. op. Weet je wel, dit is gewoon wat jij wil. Gewoon iemand met als gebruikersnaam user 45666999, zou ik zeggen, 555, weet ik veel. En dan geen profielfoto. Ik zeg, hey, als je een profielfoto en naam zet, ga ik wat je deelt misschien serieus nemen. Maar die mensen delen eigenlijk ook hun content. Het zijn een soort van creators onder de radar. Ze willen toch hun ding zeggen. En ze gebruiken andermans profielen, want die triggeren hun en de content triggert hun, om ook te delen. Dus het is ook een schreeuw om aandacht. Zeker, ja. Het is zo met iemand die anoniem is en die een comment op je achterlaat. Je weet helemaal niks van die persoon. Zij weet ook niks van jou eigenlijk, alleen wat ze zien op camera. Maar dat die persoon kan ongelukkig zijn in zijn leven en dat willen uiten, hè, iemand anders neerhalen. Die kan heel onzeker zijn over iets en die kan ook gewoon een troll zijn, puur gewoon om haat uit te brengen. Dus je moet dat echt met een korrel zout nemen. Dat is niet zo belangrijk. Meningen die belangrijk zijn, zijn mensen die van je houden, je familie, je naasten en misschien mensen die in hetzelfde vakgebied als jij, die daar iets hebben bereikt. Met die meningen zou je wat meer kunnen luisteren en zwaarder kunnen wegen. En ik weet ook niet of zo iemand die hetzelfde vak beoefent zoals jij en die jou kent. Ik weet niet of die in het openbaar onder zo'n bericht zou reageren van hey, de techniek die je laat zien is echt slecht. Maar heb je wel eens van andere mensen of accounts een bericht gekregen van hey, de techniek die je hier laat zien is niet zo, doe je niet goed, kan beter. En hoe reageer je daar? In mijn comments of Ja, in in de mijn DM's? comments. In de comments, vast wel iemand die ooit iets heeft gezegd. Iemand die in mijn vakgebied bekend is, zeg maar, die zou dat niet zo snel doen, denk ik. Zie je ook heel weinig. Het zijn meestal nobodies die mening hebben. Ik heb wel eens gewoon een DM gehad van, hey, probeer dit eens in plaats van dat. En dat waardeer ik gewoon, hè. Want ik weet niet alles, ik maak veel fouten. En als iemand iets kan laten zien wat ik beter kan doen, dat vind ik helemaal top. Soms, hè, denk ik ook,
laat ik nou posten, ook al ben ik niet helemaal zeker over mijn techniek. Want misschien krijg ik feedback daarop. Snap je wat ik bedoel? Dus Heel slim. soms post ik iets wat ik niet helemaal zeker weet. En dan hoop ik misschien dat iemand iets kan laten zien van hey, dit moet eigenlijk zo en zo. Dus je leert ook daarvan als je iets Ja. verkeerd doet. Dus dat is heel belangrijk ook. Post om te leren ook. Ja. Ik kijk soms dingen terug van een jaar, 1,5 jaar geleden. Denk ik, oh, waarom deed ik dat zo? En dan denk ik, ja, nu weet ik het beter. Maar misschien weet ik het nu ook weer niet bij sommige dingen. En dat ik over een jaar denk, ah, wat doe ik hier? En dat is het bizarre. Dus de Azamats, de mensen die ook bezig zijn met grappling, met jiu-jitsu, die zijn bijvoorbeeld 4 stappen geleden. Dus de Azamat van 4 stappen geleden. En die halen er heel veel uit, uit die filmpjes die jij nu van jezelf bekend uitlacht. Klopt. Ja, dat is vreemd, hè? Ja. Ja, sport ontwikkelt zich ook. Mensen 2 jaar geleden wisten veel minder dan ze nu weten. Het gaat echt heel snel. Ja. Het gaat echt heel snel. En terugkomend op de situatie in San Diego, dus je bent gevlogen van Nederland daar naartoe. Je geeft je instructional, zeg je. Je was zenuwachtig om dat te doen. Wat is een instructional voor de kijker en Man, hoe ging dat? Dus je hebt die filmpjes die ik nu maak, hè, zijn filmpjes van onder een minuut. En dan eigenlijk leg ik heel weinig uit in spraak. Het is meer van laten zien en dan doe je dat na. Maar een instructional, dan heb je een thema. In mijn geval was dat leg locks, hoe je iemands benen breekt. En specifiek dan een onderdeel daarvan weer, heel hooks. En dan maak je eigenlijk een deep dive daarin. Van hey, wat zijn allemaal, hoe kom je in die posities? Welke details moet je op letten als je ze voeten of je ze knie goed wil breken? En dan ga je er gewoon veel dieper op in. Je praat langer en zo'n instructional duurt misschien 1,5 uur, 2 uur. Dus dan ga je echt veel dieper in Oh. op de details. Dat is echt voor mensen die echt de tijd voor willen nemen om heel goed te willen worden. En voor mij was dat heel erg. Ik was daar heel zenuwachtig voor, want ik had nog nooit zoiets opgenomen. Ik kom in een. Het was een hele witte studio. Alle muren waren wit. En er zijn lampen zitten op jou. 3 camera's van verschillende hoeken. Situatie waar je nooit in hebt gezeten. En dan zitten 3 mensen ook in die kamer die je echt pas 1 dag kent. En dan, hier, doe je ding. En dan denk je, oké. Okay. En dan denk je, oké, laten we beginnen. En dan stotter je terwijl je praat. Dan je stem slaat over. En je onzekerheden komen weer naar boven. Ik moet wel zeggen, ik was ook heel erg jetlagged. Ik was gewoon kapot. Reis was heel lang en ik moest de volgende dag gaan filmen en ik had niet goed geslapen, dus dat speelde ook een beetje een rol. Maar Hoe de lang zenuwen zouden was de sowieso. reis? Sorry. Was echt een hele reis, man. Was van, als ik het goed herinner, Amsterdam naar Londen, korte overstap. Van Londen naar Philadelphia, volgens mij, aan de oostkust. Dan van Philadelphia naar Seattle. En dan van Seattle naar San Diego was een reis van 20, 23 uur. Ze hadden mij de goedkoopste gezet, denk ik, 3 keer overstappen. Dus dat was ook. Hoe ben je betaalde jouw reis? Gewoon met de boot. Ja, dat was een niet zo fijne maar reis. Toch sowieso echt wel gaaf dat ze dat doen, sowieso. Ja, volgende keer zou ik beter onderhandelen, door. Les. Maar op dat moment dacht ik: maakt niet uit, dan ga ik met de boot. Ik kom eraan. Dat is ook iets wat je leert, hè? Want toen was het nog allemaal heel nieuw voor mij en ik zou op alles ja zeggen. Maar op een gegeven moment word je wat meer ervaren, kan je gewoon wat meer onderhandelen, kan je meer dingen halen. Dus dat is ook, als je groeit als karakter, dat je dat ook iets waar je beter wordt. Hoe groeide die zelfvertrouwen dus van een moeilijke les en niet alleen door het eerste keer doen op die manier, met 3 camera's op je gericht. In een ander land en met nieuwe mensen, ook door jetlag. En hoe kreeg je dan steeds meer zelfvertrouwen? Was het puur het herhalen en doen? Of? Ja, het is het elke dag bezig zijn met iets dat je de zelfvertrouwen ervan haalt. Als je de werk niet inzet, dan is het heel moeilijk om zelfvertrouwen te hebben in iets. Want je weet diep van binnen onbewust of je zelfesteem is er niet als je niet de werk inzet. Dus als je dat doet elke dag en je bent ermee bezig elke dag, dan groeit dat vanzelf.
En natuurlijk is het ook zo, als je iets voor de eerste keer doet, is het wat moeilijker. Maar na die eerste keer, dan je karakter, je bouwt eigenlijk een karakter op, zo zie ik het meer. Je bent niet meer dezelfde persoon als 2 jaar geleden, want je maakt zoveel dingen mee. Je karakter krijgt allemaal tools, je leert allemaal dingen onderweg. Je komt problemen tegen waar je mee moet dealen, waar je mee dealt. En steeds stap voor stap word jij een completer persoon of je bouwt aan je karakter en je merkt dat gewoon aan jezelf. Je merkt als je voor de eerste keer dat ik les gaf voor de klas staan, zeg maar, wat ik nu zonder problemen doe, zonder zenuwen, dat was ook heel erg, werd ik ook heel erg zenuwachtig van. Maar dan doe je dat elke dag en dan is het gewoon heel normaal. En nu hoef ik er niet eens meer aan te denken. Ik kan zo een les geven zonder daar echt bij stil te staan. Dus Heel krachtig. ik denk dat jij dat ook hebt in jouw video's. Ik weet niet, hoe lang geleden was je precies begonnen, Marco? Hoe In lang? 2018 amateuristisch en Ja. 2019 echt als Ja. ondernemer, KVK en zo. Ik gok maar wat, maar ik denk toen jij in 2018, 2019 was begonnen en je voor een camera stond of iemand moest interviewen, dat je gewoon veel, ik weet het niet, hè? Misschien was je veel onzekerder toen en misschien moest Ja. je 5 takes maken in plaats van 1 nu, snap je? Ja, zeker. Ja, toch? Ik denk dat jij naar de hand, door al die ervaring, door al dat doen, door al dat werk, kun je nu veel beter doen wat jij doet. Zeker waar. Hoe jij het verwoordt, vind ik een belangrijk om richting een eind te gaan van de podcast ook. Ik wil het ongeveer op 3 kwartier houden. En het blijkt dat mensen, dat dat gemiddelde reistijd is, of 30 minuten of 3 kwartier, weet je, voor mensen die dat luisteren. Dus jij zegt, als je dus het werk erin stopt, dus je focust je niet op het vergaren van zelfvertrouwen, maar je zegt, focus je op het doen van het werk wat nodig is om beter te worden. En dan automatisch uit dat zal ontstaan dat je meer zelfvertrouwen hebt. Ja, meer self-esteem. Ik weet niet of je die guy kent, Jim Rohn. Ja. Ja, ik vind zijn seminars. Ik luister op Spotify zijn seminars. Hij praat daar heel veel over. En ik denk dat het echt zo is. Je kan bepaalde onbewuste gedachten over jezelf niet faken. Dat denk ik echt. En je krijgt pas die zelfvertrouwen als je echt daadwerkelijk dingen doet die je moet doen. Hè. In mijn geval trainen, lesgeven, werken aan mijn vak. En ik kan niet doen alsof. En ik denk dat mensen dat zien wanneer je het doet alsof. Misschien zelfs onbewust. Ze merken, ah, deze guy is niet echt wie hij zegt dat hij is. En ik denk dat je dat, dat is iets gewoon, dat moet je gewoon de werk voor instoppen. Dat is heel krachtig. Ik denk dat mensen wel heel, over het algemeen heel slim zijn en die dingen oppikken zoals jij het verwoordt. Ja. Zelfs onbewust. Je hebt soms, je spreekt soms met iemand. Ik heb geen voorbeeld nu, maar je spreekt soms met iemand en dan heb je weet niet precies wat het is aan die persoon. Maar je hebt onbewust soort van een intuïtief een gevoel van ah, deze guy is een beetje zo of zo. Dan Ja, die vertrouw je er niet mist helemaal. autoriteit. Ja, het is een gevoel of iets. Het is niet iets wat je analytisch kan zien of zo, maar je merkt het soms. Mensen hebben kunnen heel mooi praten, heel iets zeggen, maar dan heb je een ander gevoel diep van binnen. En ik denk dat je onbewuste is die op dingen oppikt die jij zelf niet ziet, echt, zeg maar. Ja, en misschien zelfs het verschil in wat je benoemde. Je bouwt aan een nieuw karakter, want je bent niet meer exact de persoon die je was. Maar als je dat karakter probeert op te zetten, terwijl je nog de oude persoon bent, dus Ja. dat daar die sensoren afgaan of zo. Ja. Ik denk dat je dat niet kan faken. Dat is iets wat je zelf bij jezelf naartoe werkt. En ja, dat is het wel. Daar zou ik het bij houden. En Azamat, wanneer ben je officieel of officieel ongeveer gestart met fulltime dit voor jezelf te gaan doen, van je passie je leven kunnen maken, zeg maar? Ja, dat is al. Ik weet die dag nog, dat was 1 september 2021. Dus 2,5 jaar, bijna 2 jaar en 4 maanden, 2 jaar en 3 maanden, zoiets. Ja. Nou, mooi Ja, voorbeeld. het is nog vroeg, hè? Dit gaat nog tientallen jaren door. Prachtig, amen. Ja. Ja. Goed. Is er nog iets waarvan je zegt, hey Marco, we hebben veel besproken, je hebt me vragen gesteld, we hebben even gelachen.
Is er nog iets waarvan je denkt, dit wil ik wel kwijt aan mijn vroegere ik of iemand die nu kijkt? Iemand die nu kijkt. Ja, kijk, we hebben het veel over social media gehad. En mensen, ik denk dat veel mensen zoals ik toen, en misschien jij ook, iets willen doen, maar niet durven vanwege wat andere mensen denken. Uiteindelijk is het jouw leven. En andere mensen, hoe zeg je dat het mooist? Wat zij van jou vinden, dat hoort eigenlijk niets uit te maken. Dus doe wat jij leuk vindt. En probeer wel slim te zijn natuurlijk. Hè. Je kan dingen leuk vinden die niet goed zijn voor je, maar Ja, probeer wat van scherp. jezelf te maken. Probeer wat van jezelf te maken en doe je best. En vraag om hulp. Ik heb veel hulp gehad. Van jou heb ik hulp gehad. Van andere creators heb ik hulp gehad. Van kijken naar wat zij doen. Je hoeft niet eens per se te vragen. Kijk naar anderen die staan waar jij wil zijn. En probeer een beetje dingen over te nemen voor jezelf. Wel jezelf blijven, maar je kan altijd leren van anderen. Ja, heel Misschien is dat duidelijk. zo. Misschien is dat een goede tip voor mensen die Ja, kijken. ik denk dat je wel een weg naar een volgende stap voor iemand in zijn of haar succes zo uitstippelt. Ja, en kom trainen. Dus Ja. iedereen, altijd welkom. Misschien kom je niet aan Den Haag, maar in elke grote stad zijn er wel gyms nu. Sport is goed aan het groeien. En ik denk dat dat de komende jaren nog doorgaat. En jij ook, Marco. Dus ik zie je binnenkort. Ik kom eraan en voor de kijker wil ik de kijker bedanken voor het luisteren naar de podcast met Azamat. En je achternaam wil ik ook goed uitspreken, dus ik ga hem doen. Oef. Azamat Hamzatanov. Kan je nog een keer zeggen? Azamat Hamzatanov. Hamzat Ghanov, ja. Je weet toch die ge van Hamzat? Oh ja. Hamzat Ghanov eigenlijk, als je het Oh. echt op zijn goed, op zijn best wil zeggen. Ja, Azamat Hamzatanov. Heb je lang geoefend hiervoor, Marco? Nee. Ik Nee, ben er ook nog een oké. beetje onzeker over, maar Nee. nu bouw ik aan die zelfvertrouwen en ik vraag om hulp. Dus. Lekker bezig. Nee, ik vond hem goed. Ja, en voor de kijker, voel je vrij om Azamat te volgen op de social media accounts en bij een sportclub of in jouw buurt of Mixed Martial Arts, Grappling, Brazilian Jiu-Jitsu Club te komen of bij Azamat. Dankjewel. Dankjewel dat ik er mocht zijn. Was leuk. Top. Gaaf, man. Top. Ging goed, man. Ik vond het leuk, man. Ik vind het jammer dat het zo kort is. Ja, ik ook. Ik dacht zo, er is nog genoeg te bespreken. Ja. Ja. Er is sowieso veel te bespreken. Dit is een eerste gesprek. Ja. Misschien kunnen we ooit in persoon een podcast doen. Over een jaar of twee. Wie weet. Ja, lijkt me ook wel gaaf. Ja, een vervolg. Ja, een vervolg van waar sta je nu? Sowieso. Ja. Ik ben ook benieuwd naar jouw reis. Je bent veel gegroeid. Je bent veel volwassener geworden. Ik denk dat je goed bezig bent. Ik volg niet alles, dat is heel nauwlettend, maar ik zie jouw content voorbij komen. Ik vind het heel mooi dat je nog steeds bezig bent, aan het groeien bent. Dus ga zo door, man. Dankjewel, man. Ga zo door. Ja. Dankjewel. En zoals jij benoemde, tientallen jaren verder gaat wat jij aan het doen bent, gaat ook gewoon door. Dus ik Gaat vind het zeker alleen door. maar heel mooi en dankbaar dat we elkaar mogen blijven kennen. Weet je wel, Zeker. voor wanneer, zeg maar, soms denk ik, hey, sommige mensen ken ik zo lang en dan gaan zij hun pad op. En misschien gebeurt het bij ons ook, weet je wel. God heeft voor iedereen een bepaalde pad en wegen. Maar ik ben blij zolang we elkaar kennen dat we gewoon die connectie hebben, man. Zeker. Ja. En we doen totaal iets anders, hè. Ik doe jujitsu, jij doet mensen leren om voor de camera te staan. Maar ik denk ook, wij kennen elkaar niet super goed, maar het is ook goed om elkaar te hebben van, hey, als ik iets zie van jouw content, misschien dat ik wat feedback geef op jou, of jij andersom op mij, als jij Ja. ziet van dingen, hey, dit kan je beter doen, of als iemand, probeer even op die platform dit te doen of zo. Als je zoiets ziet, altijd welkom je feedback. En andersom zal ik dat ook proberen te doen voor Welkom, jou. ja. Goed man. Top. Dankjewel voor je tijd en we appen of chatten nog via Instagram. Zeker, man. Dankjewel, Marco. Groetjes Zeker. aan Anastasia en Zal ik doen. wens je nog een mooie dag. Ja? Zal ik doen en op het moment dat kan ik ook groeten doen aan iemand aan jouw kant of nog niet? Een geliefde. Een geliefde, ik heb een vriendin. Haar naam is Ina. Mag je groetjes aan doen? Oké, okay. Groeten aan Ina. Ja. Zal ik doen, broeder. Mooi. Ciao, Is ciao. goed, bro. Zie Later. je.